Ik betaalde 1760,06 euro voor 4 uur één op één business coaching. En voor velen lijkt dat veel geld, maar luister, het heeft me sindsdien al duizenden euro's opgeleverd. En veel mensen kijken naar de kost, maar niet naar de mogelijke opbrengst. Nu vandaag ga ik met u iets delen, het advies dat ik gekregen heb. Dat mijn business volledig heeft veranderd. Zodat ook jij dit kunt gaan toepassen in je eigen bedrijf zonder dat jij deze investering zelf hoeft te maken. Nu, mocht je mij nog niet kennen, mijn naam is Kelfret hier en op dit kanaal documenteer ik mijn avontuur als ondernemer. Alle lessen, alle tips, alle tricks die dat ik meekrijg deel ik helemaal gratis met u. Dus als je dit soort video's dan waardevol vindt, like deze video en vergeet u niet te abonneren voor wekelijkse waarde. Nu, het advies dat ik gekregen heb was om een voordeurproduct te gaan creëren. En wat is dat precies? Eigenlijk is dat heel eenvoudig. Dat is een laagdrempelig aanbod dat klanten overtuigt om met u in zee te gaan. Het is die eerste kennismaking met uw bedrijf en dat moet eenvoudig en aantrekkelijk zijn. Denk er zelf een keer over na. Als je iemand voor het eerst leert kennen, dan ga je niet meteen met die persoon gaan trouwen, dus dat je een mafketel bent, of dat je meedoet aan een of ander zot televisieprogramma. Onder normale omstandigheden ga je eerst op je gemak iets gaan drinken, of in mijn geval misschien iets gaan eten. Je doet iets laagdrempelig, je leert elkaar op een betere manier, op een andere manier kennen, je bouwt vertrouwen op, en als die klik op het eind van de rit goed zit, dan spreek je er nog eens mee af, want het vertrouwen zit goed, en dan kun je misschien eens gaan beginnen denken aan het samenwonen, Kindjes maken en eventueel trouwen. Nu, dat is exact wat een voordeurproduct doet. Dat is de eerste stap in de samenwerking. Een kleine investering van de klant, maar wel met directe waarde. En als die eerste kennismaking goed is, dan is de kans ook heel groot dat ze daarna ook het grotere werk aan u toevertrouwen. Eerst eten, dan trouwen. Eerst een testrit. En dan die een auto kopen. Nu, wat mij opgevallen was in het agency landschap, is dat er heel wat agencies zijn die voornamelijk audits gebruiken als een voordeurproduct. Nu, die verkopen ze voor duizenden euro's, wat heel veel geld is. Maar het probleem hierbij is dat ik mij daar niet goed bij voelde om dat ook te gaan aanbieden. Want die audits, die blijven heel vaak gewoon hangen in de theorie. Je krijgt een lijst met aanbevelingen, maar geen praktische implementatie. En klanten, die worden daar niet enthousiast van, want die willen resultaten. Logisch. Dus wat ik geleerd heb tijdens die één op één coaching, is dat een goed voordeurproduct niet alleen laagdrempelig moet zijn, maar ook direct een impact moet maken. Het moet iets zijn dat je kunt opleveren, waar dat je klant echt iets aan heeft. En dat is precies waarom dat dit advies mij al zoveel meer opgeleverd heeft. Dan die initiële financiële investering. Want laten we heel eerlijk zijn: geen enkele klant zit te wachten op ingewikkelde rapporten of superlange verhalen. Ze willen resultaten. Met een goed voordeurproduct laten dus ook meteen zien waar dat jij voor staat. Je verlaagt een in instapdrempel, je geeft ongelooflijk veel waarde, je bouwt daardoor vertrouwen op. En dat is exact hoe dat ik sindsdien tientallen nieuwe klanten heb binnengehaald. Bijvoorbeeld in mijn eigen agency: het voordeurproduct dat wij gecreëerd hebben, is superlaagdrempelig. Dat is een advertentietraject van 90 dagen. Geen werkcontracten, geen lange commitment, geen groot risico voor de klant. En in die drie maanden bewijzen wij onszelf. Want wij doen de videoopnames, wij zetten campagnes op, wij monitoren dagelijks en wij leveren duidelijke en meetbare resultaten op. Nu, wat gebeurt er daarna? De meeste van onze klanten die willen gewoon door blijven gaan omdat ze het vertrouwen hebben dat wij resultaten kunnen leveren. En moesten ze niet tevreden zijn, dan kunnen ze ons gewoon ontslaan. Maar dat is op. Heden nog altijd niet gebeurt. Houd van stouden. In mijn beleving is dat vertrouwen de sleutel tot een succesvolle lange termijn samenwerking. Door die een quick win te gaan demonstreren in de praktijk, weten ze dat is de partij en die mannen weten waar dat ze mee bezig zijn. Want ze zien direct de resultaten, ze zien direct een impact en dat is zoveel krachtiger dan alleen maar te praten of te rapporteren. Dus lieve mensen, de financiële investering die ik zelf gemaakt heb om dit advies te krijgen, heeft de koers van mijn business compleet veranderd. Dus denk een keer na voor uzelf over. Dat jij een voordeurproduct kunt gaan creëren om potentiële klanten op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met uw product of dienst. Bij softwarebedrijven zie je heel vaak 14 dagen gratis proefperiode, boeken een demo in. Het zijn allemaal laagdrempelige manieren, omdat ze weten dat als een klant het je product geprobeerd hebt, je een dienst geprobeerd heeft, dat ze niet direct een abonnement gaan opzeggen, maar dat ze niet meer zonder kunnen. En dat is hetgeen wat je moet proberen te dupliceren voor je eigen business. Hoe kunt iets creëren dat zodanig goed is, dat ze op een laagdrempelige manier daar kennis mee kunnen maken en dat ze dan Damn, die mannen weten waar ze mee bezig zijn. Of oh, damn, die software, daar zou ik niet meer zonder kunnen, ik zou het niet meer kunnen missen. Dat is het gevoel dat je wilt geven aan je eindklant. Alright, het advies dat ik gekregen heb is absoluut geen rocket science, maar wel hetgeen wat ik nodig had om door te breken op een laagdrempelige manier aan nieuwe klanten te kunnen komen. En dit heeft mijn business enorm geholpen tot op heden. Ik ben daar super dankbaar voor. wil dan ik die les met u heb kunnen delen, dan moet jij op zijn minst geen 1700 euro plus gaan betalen aan een consultant voor deze voordeurproductles. les. Dus, mocht je deze video dan ook waardevol vinden, wil ik u heel graag vragen om deze video dan ook te liken. En vergeet u niet te abonneren op mijn YouTube-kanaal. Dat helpt mijn kanaal te groeien en mijn boodschap te verspreiden om 1 miljoen mensen hun leven te veranderen. Dan begint met dat van nu en we zien elkaar graag terug in de volgende video. Bye-bye!